De kerstboom in de vijver van Creta stond zaterdagmorgen vroeg nog in de Windslaan. We kregen een oproepje in het, volgens mij in het Almeloos Weekblad. Dat is de vroegste kerstbomen. En de plannen waren er om deze kerstboom toch te kappen. Dus hij wordt erg groot. En hij staat heel dicht bij het huis. Dus vandaar. Dus hebben we daarop gereageerd. En ze vonden hem zo mooi dat hij, dat hij nu wordt gekapt. Dus ja. Nou goed, allemaal heeft een mooie kerstboom erbij. Weet u over wat voor lichtjes het worden? Blauw of wit? Ik hoop wit. Vanuit de 50e jaar. Dat is een hele tijd. En nog steeds dezelfde leden? Of komen er heel veel nieuwe leden bij? Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal leden al uit de tijd. Maar de oudere leden, een van de oudste leden, die is op dit moment erg ziek. Dus dat is wel jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. Komen er veel jongeren bij? Ja, soms wel en soms ook niet. We hebben dit jaar maar 2 jongeren, of 3 eigenlijk. Maar normaal gesproken hebben we een stuk of 7, 8. Maar dat groeit allemaal naar volwassen toe. Dus de jongeren mogen tot 18 jaar meedoen in de junioren. En daarna worden ze automatisch senior. En wat wilt u tegen de jongeren zeggen om ze aan te trekken voor dit toch wel iets unieks? De liefhebberij ontstaat meestal vanuit de huiselijke sector of uit de buurt. Dat zijn meestal mensen die al kennis hebben van het midwinterhoornblazen. En het is natuurlijk maar een korte periode, een week of 5, 6. En dan is alles alweer afgelopen. Precies. En welke dagen doen jullie dat hier op deze schaal? Op zondagmorgen zijn de 4 adventzondagen zijn we hier in de Gravenallee.
En verder nog plekken waar jullie staan? Allerlei evenementen, daar gaan we naartoe. Zometeen gaan we alweer naar het Weggeler, dat is zo'n verzorgingscentrum. En dan s'avonds nog eens een keer weer ergens naartoe, dat is, ja... Het is wel een drukke bezigheid, het is een drukke hobby. Soms 3-4 keer per dag. Begonnen. Maar het schijnt. Namens Dierenambulance Almelo, onze spaaractie, overhandig je onze laatste dag van onze actie. En ik hoop dat het het goede doel terecht komt. Straks nog, vanmiddag nog. Dus er komt een hond van. Oké, super. Wij zijn als Dierenambulance Almelo zijn we actief op het front van het verzorgen en ophalen van gewonde dieren. En we willen ook aan onze kant laten zien dat we niet alleen actief op de bus zijn, maar ook er rondomheen. Dus vandaar dat een spontaan idee bij de mensen is ontstaan om een doppenactie te gaan houden. Dus we zijn met elkaar massaal gaan inzamelen voor de blinde geleidehond. We hebben ondertussen daarover diverse contacten gehad. Het blijkt dus achteraf dat we toch net iets meer doppen moeten hebben voor een hond dan de informatie die wij eigenlijk hebben gekregen. Maar niettemin zijn we toch geslaagd in onze actie om de 80.000 doppen ruim te overschrijden. En op dit moment dus 120.000 doppen aan te bieden. Namens de Dierenambulance Almelo. En u helpt hier ook aan mee? Ja, ik help er ook aan mee, zeker als vrijwilliger voor de dierenambulance. Ja, want ik geloof dat jullie al die dozen in huis opgestapeld hadden, klopt dat? Ja, we hebben ze allemaal opgeslagen hier. Elke vrijwilliger nam wat meer van thuis. En zo doen we verzamelen ze hier. Waar is deze actie voor bedoeld? Ja, er is een landelijke actie, de KNGF, dat is de Koninklijke Nederlandse Geleidehondenfonds. Die zamelt doppen in. Daar wordt statiegeld voor gegeven. Is minimaal hoor. Maar voor ongeveer 13 miljoen doppen kan één geleidehond worden aangeschaft en worden opgeleid. En wat we hier hebben en wat wij gezamenlijk afleveren is natuurlijk een druppel. Maar gezamenlijk komen we op het afleveradres waar ik naartoe ga, komen we aan één hond per jaar. Dus dat betekent dat daar voor zo'n 4000 huisvuilzakken aan doppen worden ingeleverd. En dat wordt omgesmolten tot kunststof pellets. En die blinde geleidehond, die wordt dan opgeleid? Ja, nou, het is veel meer hoor. Het zijn hulphonden. Dus ook voor autisten, voor mensen die in een rolstoel zitten, waar lichtschakelaartjes voor worden aangedaan. Dus het is heel omvangrijk. Alle soorten hulphonden tegenwoordig. Dus en de KNGF die leidt ze op. Die koopt ze en leidt ze op. Een hele mooie actie en heel veel succes. Ja, nou dankjewel. Het zal goed komen.
Het sneeuwde en dat drukte de pret helemaal niet toen de scharrelkids van het IVN zondagmorgen het Nijdisbos ingingen. Bomen was het onderwerp. Hoe meet je de lengte, de dikte en hoeveel wortels onder de grond? Die boom die heeft wel een kroon, maar die heeft 2 keer zo'n grote voeten. Ja. Dus meer dan 2 keer. Dan gaan we naar de boom toe. Gaan we meten? Dat hij er precies tussen past. Jij neemt gelijk een hele tak mee. Ja, is goeie. Neem. Terug in het tijdelijk natuurhuis is een warme chocolademelk en vertelt Sofia Fernandes wat er allemaal geleerd is. Wij gingen naar het bos en dan gingen we kijken en leren hoe, lang de wortels van een boom zijn. En nu zitten we hier de jaringen van een boom te tellen. En blaadjes te bekijken waar de nerven zitten. En die wortels van een boom, zijn die erg groot? Ja, die kunnen soms wel 2 keer zo lang als de boom worden. En dan zag ik ook iets heel ingewikkelds, een soort web. Wat was dat dan? Dat gingen we kaartjes om je nek en er stond op wat je allemaal nodig had. Bijvoorbeeld met energie, daar had je zon nodig. En dan moesten we een gele draadje aan de zon koppelen. En met dat soort dingen, die moest je dan overal aan vastkoppelen. Als plant heb je dan bijvoorbeeld ook nog zelf ook nog natuurlijk zuurstof nodig. Dus dan kan je jezelf aan jezelf koppelen. En als dier heb je ook zuurstof nodig. Dus dan kan je je touwtje met zuurstof, die kan je dan aan een plant koppelen. Hebben we nog meer nodig? Ja, de bodem. Die moet je ook aan de... je bodemtouwtje moet je dan aan de bodem koppelen. Wat gebeurt er nou als een van die 4 wegvalt? Stel, er is geen water meer. Dan als een van die 4 wegvalt, dan valt alles ook weg en dan ben je gewoon, ga je gewoon dood eigenlijk, ja. Wist je dat al voordat je hier kwam? Eigenlijk niet, nee. Nou ja,
He? Hebben we allebei iets geleerd, hè? Ja. Ja. Okay. Ja. Dankjewel. Sophia. Alsjeblieft. Graag gedaan. Opvallend aan dit beeld van Eja Siepman van den Berg is de supergladde afwerking. In die afwerking ligt waarschijnlijk de aantrekkingskracht van haar werken. Meestal kiest de kunstenares voor de klassieke torsovorm, waarbij armen en hoofd ontbreken. Ik praat recht, jij praat krom, maar dat is toch niet zo. Stomdronken zijn wij allebei, we draaien om de hete brei. Als jij daar staat op de stoep,
dan ben ik zo blij. Ik heb je toch weer kunnen lokken, ja. Ik voel mij aangetrokken tot zo. Grote niets net als jij. En het licht mag niet te fel, een muziekje weet je wel. Onderuit gezakt op de bank, alweer een pootje aan de drank. Eindelijk weer mijmerend zitten wij dan, zij aan zij. Wel al heb je dan niet echt een vak, ik voel mij wel. Grote niets met als mij. Een goed gesprek heeft geen begin, een zijstraat uit en een dwarsstraat in. We rollen wat door de woestijn, thuis is de wereld tenminste klein. De onderwerpen trekken tot de ochtendzon voorbij. Ik wou niet dat het anders was, ja ik voel mij in mijn sas bij zo'n grote niets meer als mij. Wij doen niks, dat is niet niks, wij zijn niks verplicht. We zijn wel leuk, dat is wel leuk, het is wel een leuk gezicht. We zijn niet gek, dat is niet gek, we doen nooit gek genoeg. We zijn het eens, laatst vroeg ik eens, wordt het nooit eens te vroeg. Praat over mijn laatste droom, maar van die wiet hoor je best wel. Ik praat over mijn laatste droom, wel even opletten jullie wietrokers. Ik praat over mijn laatste droom, maar van die wiet hoor je best wel. Dat is voor jou geen bezwaar, daarom begrijp wij ook haar. Je zult tenminste wel aan me kop. Bij jou voel ik me vrij. Ieder op zijn eigen krent. Ik voel mij in mijn element bij zo'n